De politie heeft vanmorgen vroeg in Os een vermoedelijke inbreker neergeschoten. De man is daarna aangehouden. Hij is niet in levensgevaar. Hij zou hebben ingebroken in een huis aan de Hermelijnendreef in Os. Het gebeurde rond 4 uur vanochtend. Waarom de man is neergeschoten, wil de politie nog niet zeggen. De buren hoorden het gebeuren. Er werd wat geroepen en was wat geroezemoes. En gelijk daarna klonk er eigenlijk een schot. Ik had eigenlijk wel gelijk in de gaten dat het niet goed was. En toen werd er een hoop geschreeuwd van blijf liggen en ben je geraakt.